Warum? Warum? So tell me about what we got here, so. Steffi. I hear about the next Nick Maxwell edition. Have we seen that yet? Are we going to see it this weekend? I thought there was something different about the Canopies. Why don't you have a chat with Nick? What is different then about the Nick Maxwell? No, kein Advent. Dann ist der Titel von meiner Bühne. Schmute, hey? Really hard to perfect the geometry on the rotorhead, just like this, and it has exactly 90 degrees between the soft top Ja, dan kan je hem eruit sturen, hè? Of is hij al bijna leeg? Nee, toch? Moet je een beetje collectief omhoog doen. Ja. Ja, we can actually hear it on high side with inputs. Achterom. Ja, dan moet je hem er even uit sturen. Had ik ook net. En dan is strip the main gear. Ja. Well, we're so impressed with the XL power. Pak die weer, hè? Moeten we er even uitdouwen? What's the difference between V1 and V2? Vast dicht en dan. Zo. Hij graaft steeds hier. Dan moet je gas dicht doen en dan geeft hij B-strip en dan zijn we weer. Certainly fly very well, don't they, the Spectres? Gaat hij weer terug? De Spectres zijn in de years. Ja, maar ook boven dat hele bed. Een big name now in the RC industry. Of course, flown with some of the biggest names. And oh, he's doing good. Look at this. Oh, cool. Maar daar gaat hij lekker, Steffi. Hoogte is je vriend, of niet? Oh, de Nimbus. I've heard a lot about this. Hey, good flight there for XL. Well done, mate. Achie. You gonna go? Come on then. Yeah, swap over, mates. Daar gaat hij weer. Jawel. Dat gaat hij ook weer terug naar de. Gaan we ook wel, denk ik? Ja. Nee, je moet wel een schakelaar omzetten. Oké, nu doe ik het gas dicht en weer open en dan kan je weer weg. Ja. Ah, dit is wel kut hoor, dat hij elke keer terug. Ja, dan gaat hij weer terug en dan trek je hem ook tegen in. Maar dat zal ook met de instelling te maken hebben. Ja, je dan bij ons wat de grenzing is. Ja. Buiten. Dat, pap. Kut. Let's do it. Je wilt eruit. Je wil weg, maar dat mag niet. Dan kan je wel vliegen. Er zit een. Ja, het is net een toon, zeg maar. Hoe hoger je gaat, hoe het uitkomt. So this is the brand new model, super 550 size. From XL Power, this is the new Nimbus. Ja, dan mag hij alleen maar. So a little, zo, Stefan. Demonstration of what it's like under the moon. Een beetje voldaan, jongen. Ik kan niks fout doen. So the Nimbus, is that something that's been released already? Or is it new? Ja. We also have a few kids still in stock. Wel leuk, hè? On Saturday. Which are they? Straf die af. De beking is dit, hè? Gaat zo. Zo'n tunneltje, ja, zo'n trechtertje waar je in zit. Ja, je wilt te veel. Ja, je wordt beperkt. Wel goed. That's a good little touch, isn't it? 10% discount for the Nimbus today. Je hoort het vrij, hoor. 33% maar hij grijpt hem in. So let's get that hit speed up. Hij had het net op 5%, dus hij grijpt hem in. There he is. Speed it up. Ja, dan. Let's see what these bad boys are doing. Nog hoger. Hij gaat best hoog. Hey. Het zit tegen het plafond. Het zit niet tegen het plafond. Hij gaat niet hoger. Nee, oké. Niet hoger. Ah ja. Hij gaat niet spinnen.
eentje voor de jury. Ja, dan, pap. Nee, eentje voor de jury graag. Ja, ja, punten. Punten. Nou, ik wil een check hier. Nu heeft 21% in de batterij. Ja, de Nimbus, very nimble Nimbus. Van XL Power. Piep, piep, piep. Ik hoor het ook. Kan ook niet fout gaan, hè? Zijn dat je nou terug moet. Is extremely light, only about 3 kilograms. Even kijken, dan kan je alleen doen. Ja. Lam. So you have the ideal trainer in the special.